Goedemorgen, lieve mensen. Nou, ik ben alweer aan het werk. Het is niet zo'n spannende dag en niet zo'n spannende week eigenlijk. Leuker kan ik het niet maken. Ook niet makkelijker, want het is echt fucking moeilijk. Al mijn boekwerk. Redigeren is zoveel moeilijker dan schrijven. Schrijven gaat wel. Zeg maar dat. Schrijven ging echt goed en snel. En dan was ik echt binnen no time, was ik echt heel ver. Maar redigeren. Damn. Of nou, nee. Ik ben natuurlijk niet aan het redigeren. Ik ben de geredigeerde. Geredigeerde comments aan het verwerken. Dat is zo shit. Dan moet je nadenken, namelijk. Ik heb de afgelopen dagen vooral eigenlijk met een Joyland reep ontbeten. Ontbeten. Dus ik vind het nu wel weer even tijd voor een lekker ontbijtje met wat soja yoghurt en apple. Oeh! 5 seconden regel. Ik heb van de week, of eergisteren geloof ik, heb ik een video online gezet waarin ik een stukje voorlees uit mijn boek. Exclusief stukje. Een stukje van de inleiding is het eigenlijk. Een soort levensverhaal, persoonlijk verhaal. En daar werd zo leuk op gereageerd. En allemaal mensen die gingen pre-orderen en zo. En nu ben ik even helemaal gelukkig. En heeft dat weer even mijn strijdlust aangewakkerd om, om even goed aan de slag te gaan. Maar ja, als je dan op een gegeven moment weer met zo'n lap, wacht, dat zien jullie niet, zo'n lap tekst aan de slag moet. Ik vind het dan zo moeilijk om overzicht te houden. Ik hou gewoon, ik ben gewoon, zeg maar, zodra ik overzicht verlies of dat idee heb, dan heb ik gewoon error in mijn hoofd of zo. Kanellen? Sinds ik van de dames van Go With The Glow weet dat kruiden zo belangrijk zijn bij fruit. Vooral, dus specerijen, kaneel, dat soort dingen. Doe ik dat gewoon echt nog veel meer. Ook omdat het natuurlijk gewoon lekker is. Even kijken. Oh baby, het is een vieze. Lijnzaad. Een goede eetlepel. Gebroken lijnzaad. Klein beetje muesli. Met hartjes. Oké, nog wat walnoten. Oh, Furtje, wil je knuffelen, meisje? Hé, hey, wil jij zo graag knuffelen? Heel handig om dat boven mijn ontbijt te doen. Zien jullie ook gelijk wat voor ranzig persoon ik ben? Nou ja, dat je wist dat hier kattenharen rondzwerven, dat is natuurlijk geen nieuws. Yes! Sorry, Fleur. Oké, ik ga even rustig ontbijten. Oh, vind jij dat ook lekker, Linda? Hier weer Marije, die ontzettend late to the party is. Maar ik ga helemaal stuk om die... Oh, de telefoon stopt er even mee. Oh, ben je er. Ik ga helemaal stuk om die Instagram, om dat Instagram filter die zeg maar ook je stem verandert. Nou, Max die gaat dus weg. En dan ben ik lekker thuis. En dan ga ik lekker voor mezelf koken en een Nederlandse film kijken. Want dat moet ik doen voor school. En moet ik een filmverslag over schrijven. En ja, chillen, want ik ben echt kapot. Ik ben echt zo kapot. Ik weet niet wat het is. Ik ben echt... Ik kan nu slapen. Maar... Welkom bij een nieuwe aflevering van koken met dingen die je in huis hebt omdat je te lui bent om naar de supermarkt te gaan. Ik heb nog 3 aardappelen. Die moeten echt op. Ik heb een halve wortel. Oh. Nou, wacht even. Oké, waar was ik? Mijn halve wortel dus. En nog een half stukje tempeh. Ik denk dat ik dat gewoon een soort van in de oven doe of zo. En dan met de theesaus. Ja. Ik weet niet. Ik kan er weinig anders van brouwen of zo, denk ik. Deze dingetjes moet je toch altijd eruit halen in aardappelen. Want dat doe ik altijd wel braaf. Maar ik weet eigenlijk niet waarom.
Want is het echt heel slecht als je dat opeet of zo? Groeit er dan een aardappel in je? Dit is waarschijnlijk een hele domme vraag. Maar ik weet eigenlijk oprecht niet wat er dan gebeurt. Misschien moet ik dat eens gaan googlen. Nou, ik kan ook gewoon wachten totdat volgende week deze vlog online staat en jullie me dit gaan vertellen. Dat kan natuurlijk ook. Waarschijnlijk ga ik dat doen. Want ook daarin ben ik lui. Het is een luie dag vandaag. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb gewoon heel hard gewerkt. Dus daarom ben ik gewoon nu even klaar ermee. Ik ga ook echt een slechte film kijken. Heerlijk. Kijk, ik heb deze geweldige pannenzetters. Pannenonderleggers gekocht een tijdje terug bij ergens in een kringloop of zo. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar ze doen me echt vreselijk aan mijn opa denken. En mijn opa en oma, die hadden precies deze. Wacht even, beter licht. Kijk, dit is toch fantastisch. Zo nostalgie voor mij. Zo. Lekker bordje. Aardappels. Een wortel. Hier is de tempeh. Die heb ik gemarineerd met... Die heb ik gemarineerd met sojasaus, ketchup, heel klein beetje ahornsiroop en knoflook. En dat doen we dan zo. Hopsakeetje. Het is behoorlijk wat aardappel. Nou, ik denk dat ik het opkrijg. Ik heb honger. Nou, het is wel een beetje een raar gerecht zo, hè? Die tempeh met peen en ui. Nou ja, boeien, pindasaus erbij en dan is alles lekker. Ik heb een habit tracker gemaakt. En dat heb ik totaal gejat van Jelmer. Die liet dat namelijk zien in zijn video gisteren. En ja, het leek me heel interessant om eens bij te houden. Het gaat erover dat je dus bepaalde gewoontes opschrijft die je eigenlijk iedere dag wel of niet zou willen doen. En dan nou ja, de data dus. En elke dag gewoon even invult wat daarvan is gelukt. En zo kun je dus zien welke gewoontes voor jou werken. Welke dagen goed waren. En kijk, ja, ik laat dus nu even niet zien welke gewoontes ik heb opgeschreven. Maar dan kun je dus, als je zeg maar allemaal zo groene lijntjes hebt. Dan heb je dus een goede gewoonte te pakken. Eentje die je goed kan volhouden. En zo, als je zo kijkt, dan zie je dus wat een goede dag is. Gezien de hartkloppingen en de stress en alles van de laatste tijd. Denk ik dat het goed is om gewoon iets meer structuur in mijn leven te hebben. En iets meer controle over bepaalde slechte gewoontes. Want ik merk ook gelijk als ik hiermee bezig ben met zo'n schema. Dat je dan automatisch heel graag alles groen wil hebben. Dus dat werkt dan gewoon meteen al. Ja, ik vond het in ieder geval echt een super slim, makkelijk schemaatje. Dus ik moet hem nog even tweaken en hij moet natuurlijk nog verder ingevuld. En op een gegeven moment kan ik dan conclusies eruit halen. Dus als we het dan hebben over duurzame tips, dan is dit misschien een manier om duurzame gewoontes te integreren in je levensstijl. Voor een duurzame, gezonde levensstijl. Het is 9 uur, ik ga zo slapen. Ik ben kapot. Hoe vaak heb ik dit al gezegd? Vandaag ben ik kapot. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot morgen.